Op zondag 23 april was er een open dag bij Anora Uitvaartverzorging in Mil. Iedereen kon op deze dag een kijkje nemen in alle ruimtes in dit uitvaarthuis aan de Wanrooiseweg. Daarnaast kreeg men de meest actuele informatie rond de recente mogelijkheden op het gebied van uitvaartverzorging. Ook cameraman Wim van Melis van Omroep Land van Kuik nam met de camera een kijkje tijdens deze open dag bij Anora Uitvaartverzorging in Mil. We hebben vandaag een open dag en we laten eigenlijk alles zien zoals... Wij laten zien de rouwkamer waar de afscheidsbezoeken plaatsvinden. Wij laten zien de verzorgingsruimte. Daar staan de collega's Jan-Peter en Johan. En Johan vertelt de aanwezige mensen hier over thanatopraxie. En vervolgens gaat de rondleiding door naar het politiemortuarium. Dat is opengesteld speciaal voor deze gelegenheid. Want normaal gesproken, Anita, is het politiemortuarium niet toegankelijk. Nee. Niet openbaar toegankelijk. En collega Jacqueline vertelt daar alles over haar werk in en om het politiemortuarium. En daarna gaan ze naar de 24-uurskamer. Daar hebben wij beschikking over twee 24-uurskamer. Een 24-uurskamer is eigenlijk, het woord zegt het al, je kunt daar 24 uur per dag kan een nabestaande bij hun dierbaren terecht. En ja, de ruimte wordt altijd ingericht waar de dierbare van hield. En foto's, ja, voorwerpen, alles wat je maar kunt bedenken. En welk moment van de dag ook kun je hier terecht zonder dat je daarvoor extra hoeft te bellen. De collega's van Schrijen Peters die daar de mogelijkheden laten zien van grafgedenktekens. De aula is uitermate geschikt om een dienst te hebben. Het zijn maximaal 100 mensen. En aansluitend wordt er ook heel vaak gebruik gemaakt van onze koffietafel. En daar kunnen maximaal 80 personen. Mijn collega Jacqueline staat daar met sieraden. En de florist hier uit Mil heeft gezorgd voor prachtige bloemstukken. Ja, prachtig. Hoeveel vragen ik al gehad heb van mensen over hoe gaat het nu eigenlijk op het moment dat iemand is overleden. Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Daar geven wij vandaag ook allerlei informatie over. Daarnaast hebben wij hier ook wensenboekjes liggen. Ja. Daar is ook heel veel interesse in, heel veel vragen over. Die geven wij ook graag aan mensen mee. In dat soort boekjes kunnen mensen hun laatste wensen opschrijven. En dat scheelt echt een heleboel op het moment dat er een dierbare is overleden. Want, Anita, iemand is overleden, emoties, alles komt naar boven. En als je dan nog bezig moet zijn met je af te vragen, wat wilde hij eigenlijk? Ja. Wilde hij een crematie? Wilde hij een begrafenis? Jij zei het laatst al. Het kan met hele kleine dingetjes zijn, maar ook met grote zaken. En als je daarmee bezig moet zijn, kun je minder bezig zijn met waar het echt om gaat. Ja, het was en net dat... een ouder stel was er net, die jij naar buiten liep. En die hadden het ook over, mogen we dat meenemen? Ja, zeker, alsjeblieft. Hij zegt, want dan zijn de kinderen eigenlijk al voorbereid van als er met ons iets gebeurt. Ja, klopt helemaal. Want je kunt er alles in kwijt. Welke muziek hou je? Van foto's, vind je dat prettig? Wil je opgebaard worden? Wil je cremeerd? Ja, wat Twenke net zei. Ja, en dat het dan tijd is voor het echte afscheid, in plaats van dat je nog bezig moet zijn met allerlei regeldingen en ook echte nadenkdingen over wensen. Dat ben je dan allemaal voor door dat te doen.
Als u vragen heeft, opmerkingen heeft, schroom dan niet en neem contact met ons op. Ook als u hier vandaag niet naartoe kon komen, bevelen wij van harte aan, bel ons. En wij komen geheel vrijblijvend naar u toe. Ja. Dus dank je wel. Dank je wel.